Een hele goede avond, dames en heren. Van harte welkom op de grote Sallandse cabaretavond. Een avond voor humor, vol cabaret. Een avond waar u van gaat genieten. Ook een avond met officiële momenten. En daar gaan we zo meteen als eerste mee beginnen. En daarvoor wil ik graag uitnodigen de Sallandse boer van vorig jaar, Gino Schrijver. Van harte welkom. Hoe heb je de stoppenhaar ervaren? Nou, het was fantastisch. Eerst dacht ik, toen ik naar deze stoplaar weer toe leefde, van hetzelfde als vorig jaar. De gewassen bij ons in het land hadden in ieder geval niet tekort aan water. Ik hoop alleen dat deze stoplaar iets te hoger verloopt dan vorig jaar. En het is natuurlijk fantastisch om je als veehouder te presenteren op de stoplaar. En heb je nog bijzondere momenten tijdens de stoppenhaar beleven waar je zegt van, dat vond ik wel heel erg mooi? Nou, sowieso de optocht en de presentatie daar was mooi. Alleen jammer dat het een beetje in het water gevallen was, maar voor de rest, de sfeer bleef er toch wel in. En heb je nog goede tips voor je opvolger? Goede tips? Nou, ik denk dat hij wijs genoeg is om dat zelf allemaal te bepalen. Nou, dan wensen we hem heel veel succes bij. Hoe ga jij dit jaar de stoppenhaar vieren? Nou, ik ben hier morgenmiddag, morgenavond, vrijdag aanwezig, dus we gaan er weer flink tegenaan. We gaan er weer flink tegenaan. Als u denkt wie is dat, dat was de oude Sallandse boer. Mag ik voor een heel grote pauze en een bloemetje op jou. Op de Rogermaaiersdag is hij al bekendgemaakt en dan zal u zelf zijn opwachting maken, Berend Peeselhof. Vraag u ook al, Berend. Hier op de grote Sallandse cabaretavond. Je hebt al een keer op mogen treden natuurlijk op de Rogermaaiersdag. Ik heb begrepen dat je graag in Nederland zelf aan de mensen wil vertellen. Hij staat helemaal klaar voor jou. Het woord is aan jou. Dankjewel Bjorn, dankjewel Gino voor de fijne woorden, voor de leuke woorden. Ik ben even een bril nodig, anders komt het echt niet goed. Ik heb hem bij met een ontbijt. Ik wil beginnen met u allemaal een hartelijk goedenavond te heten. In het bijzonder onze people managers, crowd managers, boeren, burgers en buitenlui. 60 jaar Stoppelhaar is ook 60 jaar Oostgraven. En volgens Gijt van Dattelen ook 60 jaar Sallandse boer. Twee woorden, of zo je wilt begrippen, zijn mij opgevallen die sterk met het feest en met het Oostgraven thema zijn verbonden. Het zijn de woorden samen en dat is een categorie. Dat is de categorie vrouwen. Ook denk ik aan de mensen in de verschillende commissies die samen stoppelhaar mogelijk maken. Zelf heb ik nu een aantal keren in de agrarische commissievergadering meegemaakt. Daar waar de boerendag, optocht, trekkerswet, Rogermaaiersdag en donderdagmiddag gebeuren en ook de Sallandse boer geboren wordt. Ook daar waar de Oostkoningin, overigens heel lang onzichtbaar, met haar hofdames binnenschrijft. Nog even, tot slot, naar mijn persoonlijke ervaringen met vrouwen en met samen. Ergens 4-5 rijen achter in de zaal zitten de beide moeders, stoere boerenvrouwen. Op de voorste rij zit mijn eigen Sallandse boerin, Rina. Daar ben ik al heel wat jaren mee samen. Samen met Rick, Ilse en Giel vormen wij een gezin. We hebben een boerderij met koeien en met kippen. Ook daarin werken we samen met anderen. Wie nog meer van mij wil weten, die komt morgen maar naar de markt. Daar vraagt Annette mij het gesponsorde hemd van het lijf. Ik wil jullie allemaal een goede stoppelhaar toewensen, waarin we onze oogst gedeeld hebben samen met de vrouwen in Sweetie Phillips. Ik dank u wel. Dat was een heel mooi en duidelijk verhaal. Zometeen de nieuwe Oostkoninging, maar eerst gaan we afscheid nemen van de Oostkoninging van vorig jaar samen met de hofdames. Mag ik ze naar voren onder een applaus? Oostkoninging Gerda van der Beek en hofdames Anita en Maaike. Pas op dat je die struikelt hier met alle kabels. Van harte welkom. Welkom op deze avond. Dames, je bent nu nog een beetje herkenbaar aan het kroontje.
Je mag nog heel even dragen. Maar hoe heb je het ervaren om een jaar lang Oostkoningin te mogen zijn? Fantastisch. Ik had het voor geen goud willen missen. Het leek me heel leuk, maar het was nog leuker dan ik dacht dat het zou zijn. Ja. Voor jullie begon het op de grote Sallense cabaretavond. Heb je veel leuke reacties gehad op je benoeming tot Oostkoningin? Ja, heel veel mensen van, goh, ik had nooit gedacht dat jij het zou zijn. En nu nog, in mijn werk, waar je dan komt zo van, jij was het dus toch wel. Ja, heel leuk, ja. En is het moeilijk om afscheid te nemen? Ja, verschrikkelijk. Nou, een doosje tissue staat al wat klaar, geloof ik. Hoe is het jullie ervaren, de stoppenhalen? Ja, hetzelfde wat Gerda zegt. Fantastisch natuurlijk om mee te maken. Op het hele gebeuren om Stoppelanen heen. Het is niet alleen maar feestvieren, maar ook alles daaromheen. Het is zo groot en dat zie je normaal gesproken niet. Dat is een enorme ervaring, ja. En bij jou, Maaike? Ja, ook heel bijzonder. Ja, je ziet alles. Je beleeft alles mee. Je ziet ook het enthousiasme van de mensen. Ook ondanks het weer, dat iedereen toch vrolijk en blij hier rondloopt. Ja, dat is heel geweldig. En hebben jullie zelf nog onderdelen in het programma ontdekt waar je nooit geweest was, maar toch heel erg leuk was? Oh ja, absoluut. Ja, die trekken slap, die houden we nog te goed hoor. Absoluut. Ben je nooit geweest, mag je ook niet komen. Ja, dat was vanwege slechte weer vorig jaar natuurlijk. De trekken slap ging toen niet door. Maar één bijzonder hoogtepunt, iemand? Ik vind het wel heel belangrijk dat ze nog steeds de oudere generatie het super vindt dat je langskomt. Ja. En hoe doen jullie vooral de bezoeken bij de tehuizen? Ja, de reactie van die oude mensen, die kijken gewoon naar je uit, hebben een gedichtje voor je klaar, dat is gewoon enorm. Ja, dus echt leuk. Heel erg leuk. Hoe gaan jullie de aankomende stoppenhalen doorbrengen? Ga je weer achter de bar bij de medewerkers? Ga je zelf feesten maken? Ik ga één avond achter de bar en voor de rest ga ik gewoon zelf stoppenhalen vieren dit jaar. Oké, en jij? Ik ook. Ik ga gezellig met mijn man en kinderen stoppelhanen vieren. En wat ga jij doen met stoppelhanen? Je legt voor de bar in plaats van de achter en voor, op de voorgrond in plaats van meer op de achtergrond. Nou, daar wensen jullie heel veel succes bij. Graag willen voor jullie alle drie een heel groot applaus. Dan hebben we ook een nieuw onderdeel binnen het officiële gedeelte. Want naast een Sallense boer en een Oostkoningin hebben we dit jaar ook een oogprins en een oogprinses. Ze zitten hier al keurig vooraan en graag wil ik naar voren Wendy Boyink, de oogprinses, en Jens Broekhoff, de oogprins. Kom maar. Zo, dag Jens. Goedenavond. Ja. Ja. Hoi, dag Wendy. Alles goed? Ja. Zullen we een beetje omdraaien, dan kunnen mensen jullie heel erg goed zien. Jij mag oogprinses zijn, je hebt al een heel mooi kroontje, zie ik op. En een oogsprins. Waar woon jij? Kleesdijk 26. En waar ligt dat? In welke plaats? Broekland. In Broekland. Was dat niet het gezelligste dorp van Nederland? Of niet? Ja, ja. Raalte denkt ook wel het gezelligste dorp te zijn. In ieder geval met stoppenhanen. En waar woon jij, Jens? In Broekland. Ook in Broekland. En wat zijn jouw hobby's? Voetbal. Voetbal. En voor welke club ben je? Ajax. Zijn er meer mensen met Ajax eens? Hey, allemaal fans van Ajax. En wat zijn jouw hobby's? Paardrijden. Paardrijden. En morgen mag je volgens mij iets heel erg leuks doen met de optocht, of niet? Wat heeft dat met paarden te maken? Dat ze lief zijn. Dat ze lief zijn. En jullie mogen volgens mij morgen in de koets, of niet? Ja. En wat gaan jullie verder doen met de stoppenhanen? Weet je dat al een klein beetje? Gaan jullie overal mee met de Oostkoningin? Dat weet ik niet. Dat weten we nog niet. Nou, hebben jullie alles gezegd wat je wilt zeggen? Of is alles goed geregeld voor jullie? Of moeten we nog één ding regelen? De kaartjes van de kermis. Dat is de volgende. Ga daar nog heen om kaartjes te halen. Een groot applaus voor de oogprins en de oogprinses. Nou, dat wordt een dure stoppenhanen, meneer Elfrink. Ja, goed. Dan gaan we jullie nu bekendmaken de twee nieuwe hofdames. Die dit jaar de Oostkoningin gaan begeleiden. Graag presenteer ik u de twee dames die hebben aangedurfd om deze taak op zich te nemen. Ontvangt u ze met een groot applaus. Lisa Banning en Marjolein Hietberg.
Dames, wat zien jullie er prachtig uit. Mag ik jullie kort vragen om jezelf voor te stellen aan de mensen? Mag ik bij jou beginnen, Marjolein? Ik ben Marjolein, geboren en getogen in Raalte, werk in Lichtenvoorde. Ben druk met de scouting in Raalte, sport veel. En dit jaar gaan we hofdame zijn met de stoppelhanen. Oké. Okay. En Lisa, mag ik jou vragen om jou kort voor te stellen? Ik ben Lisa Banning, kom uit Raalte. Ik doe school, eten, leren en styling. Daar ben ik heel druk bezig. Ik heb al jarenlang gehandeld in Raalte. Verder ben ik cashier bij de C1000. Dus de meeste Raaltenaren zullen mij wel herkennen. Dus we hebben een beroemde hofdame dit jaar. Jullie hebben natuurlijk een moeilijke taak voor de komende dagen. Weet jullie al een beetje wat jullie te wachten staat? We hebben het programma wel doorgenomen. Dus het wordt een druk programma. Zijn er dingen waar je in het bijzonder ook naar uitkijkt? Wat je denkt van... Dat wil ik een keer meemaken, nooit geweest. Nou, vooral alles een keer meemaken. Want natuurlijk, ik ben nog vrij jong, dus meestal was het de tent in en voor de rest niks. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat verder. En hoe hebben jullie de afgelopen jaren zelf de stoppelhanen meegemaakt? Nou ja, vooral de tent dus. En gewoon gezellig met vriendinnen op terrasjes en daarna natuurlijk de tent in. En vooral veel lol. Super gezellig. En was het een droom om hofdame te worden? Nou, het is een hele eer om hofdame dit jaar te mogen zijn. En hoe ben je dat geworden? Hoe ben je dat geworden? Ja, ik ben benaderd. Iemand heeft me opgegeven om het te worden. Nou, ik hoop dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Want nu moet je echt aan het werk als hofdame. Want ik mag u de nieuwe Oostkoningin presenteren. Zij is woonachtig in Nieuw-Heten. Moeder van twee zoons. Als part-time medewerkster werkt ze op tennispark in Ramelen. Daarnaast heeft ze haar eigen serveerservice. Ze is een bekend gezicht bij diverse modeshows. En dit jaar zal zij u voorgaan tijdens de stoppelhanen. Uw applaus voor de Oostkoningin van het jaar 2011, Annelies Dokman van Rossum. Annelies, van harte proficiat met jouw benoeming tot Oostkoningin. Mag ik je vragen om jezelf voor te stellen aan het publiek? Nou, jij hebt mij eigenlijk al voorgesteld. Mijn naam is dus Annelies Dokman van Rossum. Ik ben getrouwd met Robert, heb twee zonen. Ben al 10 jaar werkzaam bij Tennispark Ramelen. En voor 3 jaar terug ben ik voor mezelf begonnen als serveerservice Annelies. Ik kom bij mensen thuis de bediening verzorgen, feestjes verzorgen. Ik werk bij het Losse Huis, bij de Kruidentuin, bij het Hoftheater. In het voor- en najaar loop ik diverse modeshows. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Oh nee, ik ben het belangrijkste nog vergeten. Op maandagmorgen ben ik altijd bij mijn vader en moeder. Dan help ik mijn moeder het huis schoonmaken. En dat is misschien nog wel het leukste wat ik heb. Elke avond na de stoppelhanen mag je moeder hier uitnodigen. Is er een hele grote rommel in de tent. Misschien vind je het wel leuk om te helpen, maar dat komt vast wel goed. Wat is eigenlijk jouw geschiedenis met de stoppelhanen? Mijn geschiedenis? Feestvieren. Heb je ook ooit vanuit een commissie of vanuit een organisatie geholpen? Nee, ik heb eigenlijk alleen maar gevierd, flink. En dit jaar mag je voorop gaan in het feest. Ik wens jullie een hele fijne stoppelhanen toe. Maar voordat je officieel Oostkoningin bent, hoort er natuurlijk nog het felbegeerde kroontje bij. Mag ik je vragen het kroontje te overhandigen, zodat we een officiële Oostkoningin hebben onder een groots applaus. Dan is het tijd om te gaan beginnen aan de grote Sallandse cabaretavond met het cabaret.